Deze keer geen digitale show, maar een echte rode loper. Alle gasten worden getest op het coronavirus, dragen een mondmasker en zitten in bubbels bij elkaar. Beyoncé en Megan Thee Stallion zitten niet in een bubbel, maar mogen wel samen een Grammy in ontvangst nemen. Die voor beste rapsong. Beyoncé haalt nog eens 3 extra Grammys binnen. In totaal heeft ze er nu 28 in haar living staan en dat is een record. Haar dochter Blue Ivy, nog maar 9, wint ook een Grammy, die voor beste video. Misschien ken je het wel van The Lion King. Folklore, Taylor Swift! En ook Taylor Swift heeft een record op haar naam staan. Voor de 3e keer wint zij de Grammy voor beste album. Geen enkele vrouwelijke artiest ter wereld doet beter. Billie Eilish. En Billie Eilish krijgt een award voor album van het jaar. Het zijn vooral vrouwen die de Grammys wegkapen. Ook Dua Lipa, Lady Gaga en Ariana Grande winnen zo'n gouden beeldje. Oh my goodness. Ook Harry Styles wint een Grammy met zijn monsterhit Watermelon Sugar. De video heb je gecheckt, nu nog liken. Ja, daar beneden zo. En hier vind je nog meer video's. Abonneer je snel op ons kanaal om niets van Karrewiet te missen.